Voordat de video begint wil ik eentje zeggen. Het is tijd voor een meeting! Zaterdag 18 januari heb ik onder andere met Wilbert, Thomas en Chesto een meeting in Mediamarkt Rotterdam Centrum. Omdat Logitech G iets vets gaat doen. Ze openen namelijk met ons een Logitech G Experience Zone. Het is namelijk van 1 tot 5. Kom gezellig langs en ontmoet ons. Zie ik jullie daar? Hey? Laat het achter in de reacties of jij komt. En dan gaat nu de video beginnen. Ronnebonnetje, abonneer op dit kanaal. We gaan voor de 1 miljoen abonnees. Dus willen jullie alsjeblieft abonneren? Pak alvast jullie mannenkool, topvet en geld erbij. Want wij gaan weer een pretpark starten. Want JZS Park is terug. Dat staat ook al voor jullie zullen sterven. Maar dan met een 2 erachter. JZS Park 2. Het is namelijk weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. We gaan weer een pretpark maken. En deze keer zal het een fantastische, geweldige en mooie pretpark zijn. Ja, grappie jongens. Iedereen zal pijnlijk sterven. Willen jullie vaker Planet Coaster? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. En dan gaat nu gewoon het spannende avontuur beginnen, jongens. Het is tijd voor Planet Coaster! Daar zijn we dan in het prachtige JZS Park. Zoals jullie zien heb ik al een kleine entree gemaakt. En dat zijn gewoon allemaal verschillende soorten winkeltjes. Want ik wil natuurlijk superveel geld verdienen. Ik hou van geld, ik hou van centjes. Daarom ben ik een YouTuber geworden. Grapje, oké. Meestal bij een park heb je meteen altijd verschillende soorten winkeltjes. Maar ik wil natuurlijk nog een aantal dingetjes toevoegen. Want ik wil eigenlijk nog meer centjes verdienen. Dus wat we gaan doen, we klikken gewoon eventjes op shops. Want ik wil natuurlijk 2 hotelletjes toevoegen. Ik denk dat dit eigenlijk wel een perfect hotel is. Een perfect hotel. Dus wij voegen hier gewoon een hotel toe. En de naam van het hotel zou natuurlijk zijn: koop een kamer. Jij klootzak. Maar nu is het hier zo leeg. Wat kunnen we hier toevoegen? Sowieso een ballonwinkeltje. Dit gaan we natuurlijk ook iets doen aan de andere kant. Daar voegen wij natuurlijk hetzelfde hotel toe. En dan is onze entree zo goed als af. Maar ik ben wel een beetje duister geweest. Als je weer in mijn park wil komen, moet je deze spijkers ontwijken. Er is gewoon al een kans dat je al dood bent voordat je het park in kan. Maar dat is natuurlijk niet alles. Als je naar het hotel wilt gaan, moet je iets ontwijken. Je moet namelijk een rotsblok ontwijken. Voor je het weet, word je doodgesqueezed. Welkom in JZS Park 2. Ik heb natuurlijk ook weer een hele slechte intro gemaakt voor de mensen die net in mijn park komen. Een mooi welkomstberichtje van de heer Ronald Fledder. Dan moet ik eigenlijk weer eens een televisie toevoegen. Die plaatsen wij natuurlijk boven de grote rode deur. We gaan eens naar Billboard On en we doen daar eventjes movie. Want ik heb natuurlijk weer een leuke intro video gemaakt genaamd Welkom. Welkom iedereen in JZS Park 2. In deze park zal niemand, maar ook echt niemand, doodgaan. Niemand zal doodgaan, jongens. Niemand. En vergeet niet, jullie zullen allemaal sterven. Onze beeldscherm staat er nu gewoon. We gaan zo beginnen met de attracties. Maar ik moet nog één ding doen. Ik heb namelijk een poort gemaakt. Ik heb namelijk een poort gemaakt die ons gaat leiden naar alle attracties. En daar heb ik natuurlijk ook weer een leuk filmpje voor, hè. Welkom in mijn park. Jullie zullen niet sterven. Dan is het nu eindelijk tijd om onze park groter te maken. En ik dacht zelf, wij hebben heel veel liefde in ons park. Dus ik wil eigenlijk een soort van hartje maken van een pad. Ik weet niet of dat mij gaat lukken, want dat ziet er nu al mislukt uit. Oordeel mij niet, oké? Mijn hartjes zijn prachtig. Kijk eens eentje, zie je? Het hartje is zo goed als al. Ja, hier wil ik straks eventjes een aantal attracties toevoegen. Maar ik heb nog iets gemaakt trouwens. What? Nog iets. Als we het eventjes 's nachts maken. Yo, spannend. Ik heb hier namelijk op een dak heb ik een display sequencer. En als ik die aanzet, gebeurt er namelijk dit. Er komt vuurwerk. Is dit niet prachtig? Maar er komt straks een speciaal woordje naar boven. Ook wel. Daar komt die. Fuck. Vuurwerk klopt nog niet. Het klopt nog niet. Dus ik heb een prachtig ideetje. Namelijk bij het vakje special effects heb je namelijk vuurwerk met teksten. Ik ga iets moois voor jullie maken. Ik heb nu al het vuurwerk geplaatst. Dus wat ik nu eventjes moet toevoegen. Ik moet weer eventjes terug naar scenario. Hebben we hier ook ergens dat ding zodat we kunnen activeren? Dat is namelijk dit apparaatje. Die gaan we eventjes hier plaatsen. En dan moeten we eventjes al het vuurwerk aantikken. En dan drukken we op confirm. Zeg dat het werkt. Kom op. Yo, kingelen!
Dat hebben we dan nu mooi gedaan. Dan is het nu gewoon tijd om de allereerste attractie toe te voegen. En moet ik eens kijken, welke attractie zou ik als eerst eventjes doen? Ik vind een draaimolen altijd wel heel erg leuk om te doen. Dus die plaatsen wij eventjes midden in het hartje. Wij gaan dit hartje eventjes goed opvullen. Mensen zullen zo blij worden met mijn park. Ze zullen echt gewoon huilen uit verdriet. Zo prachtig vinden ze. De draaimolen is zo goed als af. Maar we moeten wel een soort van verrassing hebben. Een soort van verrassing voor de mensen die in de wachtrij staan. Ik moet eerst even een naampje geven. De draaimolen gaat heten. Zo gaat het liedje worden die je gaat horen in de draaimolen. Dat is Duitse lied. Is dat niet prachtig? De attractie heet ook al Make Love Not War. Wat als we hem eventjes gaan testen? En we gaan er eventjes in zitten. Hoor dan ook echt het Duitse volkslied? Ja, je hoort het! Yeah! Yes! Laten we de wachtrij eventjes mooi versieren. Zo'n beetje zoals dit, zodat mensen kunnen kijken hoe een barrel naar beneden valt. Hebben we trouwens iets van vuur? Ja, die gaan we natuurlijk bij de ingang plaatsen, zoals hier. Mensen zullen levend verbranden voordat ze Make Love Not War in mogen. Waarom hoor ik nu al het Duitse volkslied? Er zit niet eens iemand in de attractie. Volgens mij had ik toch laatst een hele vette attractie gevonden, als ik het goed heb. Dit is namelijk de volgende achtbaan die we hier hebben. Die ziet er echt super eng uit. De naam van deze attractie is ook wel Jurassic Park. Laten we hem eventjes uittesten, want ik weet zelf niet hoe die gaat. Dus we gaan er eventjes in zitten. Ja, dit is heel erg freaky. Oh my god. Is dit alleen maar loopings? Mensen gaan sowieso kotsen nu. Ja, ja. Mensen gaan overgeven in deze attractie. Ik wil de kleur van de attractie wel een beetje veranderen, want het is namelijk Jurassic Park. Ja, dit ziet er prachtig uit. Geel en rood. Laat me een beetje denken aan Jurassic Park. Ik denk dat we wel eventjes naar stad mogen gaan. En we gaan allemaal verschillende soorten dino's inhuren. Volgens mij zijn dit wel genoeg dino's. Ik geef deze attractie Jurassic Park natuurlijk wel eventjes een mooi liedje. Jurassic Park theme song. Ja, dit klinkt prachtig in je oren. Ja! Ja, zijn al deze dino's nou in opstand gegaan? Ik heb zo te zien allemaal verschillende soorten dino's die super vet eruit zien. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Moet dit een ballondino voorstellen? Volgens mij is dit een ballondino. Ik vind dit er nu al prachtig uitzien hoor. Mensen zullen zo blij zijn met deze attractie. Ik zie dat ik hier nog wat ruimte heb. Ik heb hier een goed idee voor. Niet één ballonwinkel. Niet twee ballonwinkels. Ik wil natuurlijk drie ballonwinkels hebben. Als nu die ballonnen niet verkopen, weet ik het ook niet meer hoor. Weet je wat, we voegen gewoon hier wel een andere ballonwinkel toe. We moeten straks nog wel kunnen verkopen. Ik hoop het echt zonder grappen. Oh ja, ik moet nog een aantal bankjes toevoegen. Zodat mensen niet op mij gaan zeiken. Omdat ze last van hun voeten hebben. Boe, boe, boe. Weet wie last van hun voeten hebben? Mensen die geen voeten hebben. Ik weet trouwens wat we moeten doen om ballonnen te verkopen. We noemen dit ballonwinkeltje ook wel gewoon koop mijn ballon of sterf. Ik denk dat ik toch weer de Snap King ga toevoegen, hoor. Mensen vonden de Snap King namelijk heel erg leuk. Dus we voegen daar ook gewoon meteen het liedje toe. Ook wel gewoon de AWR diss track. Die trekt zoveel klanten. Zoveel centjes die ik ga verdienen. Ik denk dat ik bij voor de zekerheid bij deze attractie die ik hier heb geplaatst toch wel een toilet moet plaatsen. Voordat mensen in hun broek plassen. Dus we voegen hier gewoon een clown wc toe. Omdat mensen clowns eng vinden. Deze attractie gaat ook wel gewoon heten verboden te kotsen. Ik denk dat ik toch nog wel een aantal dingen mis. Ik mis toch nog wel een beetje de trap. We voegen nog een aantal special effects toe. Volgens mij kun je hier toch ergens een tornado creëren, als ik het goed heb tenminste. Oh my god, ja, dat kan zo te zien. Zoals ik weet kunnen de klanten zo naar binnen komen, toch? We doen nog wel eventjes wat marketing. We doen wel eventjes wat televisiereclame, zodat ze hier allemaal naartoe kunnen komen. Het kost me 15.000 euro per maand. Maar mijn park is natuurlijk super episch. Komen er al een aantal klanten aan? Klanten? Hallo? Ja, oh, zij is heel blij om naar mijn park toe te gaan. Ze moet wel uitkijken, want er is een kans dat ze zo dood kan gaan. Kijk uit voor de spijkers! Ze heeft het gewoon overleefd. Oh, gelukkig maar. Schoonmakers, kijk alsjeblieft uit door de stenen! Ja, die zijn dood volgens mij. Ja, ik kreeg heel vaak de vraag of ik een attractie wil creëren met een waterattractie. Dus dat ga ik mooi door. Om naar die waterattractie te komen, moeten ze langs de pad des doods. Ja, dit is perfect hoor, jongens. Al dat vuur, hè? Een ballonwinkeltje. Waarom niet? Dan begint hier gewoon de waterattractie. Deze gaat zo vet worden. We gaan hem echt super hoog doen. Mensen zullen hier echt bang voor raken. Ik hoop dat dit wel een beetje werkt. Gaan we nou langzaam naar het stadje toe? Waar zit straks het drugs? We moeten een perfecte locatie vinden waar het bootje neer gaat vallen. Volgens mij gaat dit perfect landen op al deze mensen hier. Oh my god. We gaan straks gewoon vallen op allemaal mensen. Let's go, jongens. We komen al langzaam in de buurt. Op dit moment zijn er al 1000 man in mijn park. Wat? Dat is snel gegaan. Jongens, de laatste fase gaat van start. Oh, daar gaan we dan, jongens. Ah! Oké, we gaan hier naar beneden vallen. Ik hoop dat we naar beneden... Gaan we naar beneden vallen? Zeg dat we naar beneden vallen, toch? Nope. Zeg dat dit geen anticlimax gaat worden, alsjeblieft. Oké, we gaan naar beneden. We gaan naar beneden. We gaan naar beneden. Oh, daar gaat hij! Daar gaat hij, jongens. Valt hij op mensen? Hij valt zo te zien niet op mensen. En ik wil juist dat het op mensen valt. Zeg alsjeblieft dat ik mensen raak.
hij valt naar beneden. Hij valt naar beneden. Raak ik mensen? Hij ontploft net boven de lucht. Oh. Dus hij gaat naar beneden vallen. Hij gaat sowieso op mensen vallen. Kom op. Okay, nou, zo te zien is dat niet mogelijk. Wat, dan doen we het wel zo, toch? Dan doen we het wel zo. Oké, test de achtbaan. We gaan erin zitten. Als die waterattractie het niet doet, dan doen we het maar lekker zo, toch? We gaan onszelf lanceren en we knallen tegen superveel mensen. Daar gaan we! Nope, 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 nope. 3 hours later. Oh, nee, 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 nee. Dit gaat duister worden. Oh, kijk uit, mensen! Ze hebben het zo te zien nog steeds naar hun zin. Daar ben ik wel blij mee. Kijk uit, jongens! Oh, iedereen ligt gewoon dood. Oh, dit is zo stom. De Snap King ziet er voor mij te intens uit. Ik begrijp het wel, ik begrijp het. Er zijn zo te zien een aantal mensen gewond geraakt. En ik heb nog steeds 2000 mensen in mijn park. Ik ben hier best wel blij mee. Oké, dan gaat de attractie weer. Kijk uit, jongens! Daar gaat hij! Bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. We gaan voor de 1 miljoen abonnees. En vergeet trouwens dan ook niet te abonneren op mijn tweede kanaal, Ronald. Alles staat in de beschrijving beneden. Zeker weten abonneren. Super bedankt voor al jullie support de laatste tijd. Zeg mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace!